Petrolheadkijkers 2008 begint weliswaar niet met de meest spectaculaire auto, maar wel met een hele trouwe auto. Oftewel mijn Golfje R32. Hij gaat eruit. Ja, en hij wordt vervangen door een 911. We hebben hem eigenlijk nooit echt goed getest. Ja, één keer tegen een S3, maar toen kregen we nogal wat klachten van ja, waarom heb je deze nooit echt belicht? Nou, we gaan maar eens goed afscheid van hem nemen. De R32. Ja, en ik zie jullie alweer denken, Golf, Golf, Golf. Nou, niet getreurd. In januari krijg je nog genoeg spectaculairs te zien. Originele, hè, die Carrera S'jes. Staat er vol mee. Zo, dat was even 2 minuten Amsterdam-Zuid. Erg origineel zo'n elfje. Nolt. Ja, wel mooi hè. Vooral zo'n 997. Wat is die mooi. Nou, bijna 2 jaar heb ik deze Golf R32 nu. Hij is van april 2006 als ik het goed heb. 33.000 kilometer heb ik ermee gereden. En hij is echt overal geweest. Probleemloos. Het was wel even wennen omdat ik hiervoor een A4 cabriolet had. Hele mooie auto, maar weinig sportief. En ik wilde weer wat sportievers hebben. Veel mensen begrepen dat niet, want ja, het was toch weer terug naar een Golfje, maar wel een R32. En het is echt een vreselijk leuke auto, geloof me. Ja, en ik heb de allerlekkerste opties aangevinkt bij deze auto. Een van de allerprettigste zijn deze super Recaro stoelen. Ze waren wel erg duur, geloof ik. €4200, maar ze zijn elke cent waard, want ik zit er echt super in. Ja, en het DSG, het schakelt zo snel zonder vermogensverlies op en terug. Echt heerlijk. Ja, dankzij die Direct Sear Gift haalt dit gewone Golfje gewoon 0 tot 100 in 6 seconden. En dat is best rap hoor. Ja, en hoeveel lol ik er ook mee gehad heb, echt een beauty heb ik het eigenlijk nooit gevonden. Dat komt ook een beetje omdat het een 3-deurs is. Volgens mij is die 5-deurs wat mooier. Maar goed, het is natuurlijk vooral die rare voorkant waar we bij de Golf eerst deze mooie plastic R32 geel had, dan bleek die later op elke Jetta te zitten. Ja, lekker origineel zeg. De achterkant vond ik altijd het geslaagdste, een beetje met die verdonkerde achterlichten en die twee pijpjes in het midden. Ja, en natuurlijk die grote hatchback. Hij is vooral ook praktisch hè. Kijk, gaat heel veel in. Gaat jij nog tegenvallen straks in die Porsche, Dirk, waar je je spullen gaat laten? Ja, en hard rijden, dat doe je natuurlijk wel een beetje mee. Zo heb ik laatst op de A9 natuurlijk met... nog eens een keer op de A4, dus ja, best wel hard eigenlijk met zo'n Golf. Ja, en vooral dat geluid, hè. Die 6-cilinder met 250 pk, die perst er zo'n heerlijke brom uit. Was voor mij gewoon een grote reden om bijvoorbeeld niet te gaan voor een Audi S3 met maar 4 cilinders. Zelfs ook al had hij meer pk's, het was echt een naaimachine om te horen. Bah! Nou, Petrolheadkijkers, dit is het begin van 2008 en tegelijkertijd afscheid van mijn Golf. Ik ben nog even het sms'je aan het schrijven. Wacht even hoor, beste Ben. Ik hoor wel wat ik ervoor terugkrijg. Groeten, Sjoerd, vrijwaarswijs, kan naar... Zend. Ja, hey, tot de volgende keer hè.